$50! Oké, ik zit binnenkort opgescheept met 20 YouTubers. Ik wil een video met ze opnemen. Wat ga ik doen? Wat is dit? This blue one. The nearest blue one to me here. Oh! I'm gonna go for this red one. Oh! This blue one here. Dit is geweldig. Dit gaan we doen. Oké, ik ben onderweg naar opnames van Kriekel. Oké, even een klein beetje terug. Ik was dus uitgenodigd door Kriekel om mee te doen aan een video waarin hij heel veel YouTubers in hun huis heeft gestopt, die allemaal challenges tegen elkaar moesten spelen. Eén iemand won, kreeg geld, helemaal leuk. Check die video eventjes, staat al een tijdje op zijn kanaal. De laatste wedstrijd, Jessen tegen Joost. 3, 2, 1, go! Maar ik wilde die dag ook gebruiken om dus een leuke video op te nemen met alle YouTubers die daar waren. Ik heb alles in de auto gepleurd, dus ik heb al mijn camera-equipment bij, ik heb al mijn voetballen bij me. Mijn buiksnoer wordt geharst. Tape. Ik heb mijn buiksnoer gekweekt, hè. Kijk, hij is al best wel mooi. Dus hier gaat hij zo op. Jongens, welk touwtje voelen jullie het meest? Ik had aan het kortste eind, dus ik wil deze. Zij mogen nu het touwtje uit gaan zoeken wat vervolgens op mijn buik gaat geplakt worden met duct tape. Oh, dit is wel leuk. Ja. Je weet dus niet of het gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Oh. Nee, inderdaad, Kriekel. Ik heb geen idee of het gaat gebeuren. Dit hele idee is zo random. De buiksnor gaat. Je hebt te weinig buikhaar. Nee, ja, ik heb hem, nog wel, ja. Ja? Nou, hier zo. Oké. Okay. Gast, voor mijn zak. Het is extra pijn. Ja, kom maar. Vierde bal. Oeh! Nou, volgende. Lars. Oké, ik denk dat het die is. Ja? Ja. Komt die! Ah, hier is gewoon een touw los. Check even of het hem is. Na de monsterschoten van Lars en Boas schoten gelijk de touwen los van de ballen. Ik had dit echt veel beter moeten voorbereiden. Oeh! Oeh! Denk dat het hem is? De middelste. Ja, wie weet. Oké. We're still alive, baby. Heb ik de eer dan? Jij mag het doen. Ook de schoten van Mick en Kriekel deden mijn buikharen niet geharst worden. Wat is dat nou weer voor zin, gast? Nee, 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 het was het niet. We hebben Frank ook nog, hè? Frank is de voetbalman. Ja, ready? Ja! Hij, het is nog oké, we leven nog. Ja! Tim en Frank hebben allebei een schot gelost waarvan zij dachten dat ze de eer hadden om mijn buik te mogen harsen. Maar ook deze twee ballen waren het niet. Er zijn niet heel veel ballen meer over nou. Oeh! Nee, we're still good. Jassie moet ook nog. Ja, jij moet ook nog. Jij moet ook nog. Ziet er ook zo lekker mee. Ja, nou ja, nog wel. Lekker comfortabel, Joost. Ik weet niet of je nog comfortabel zit in het schot van Jasmin. Trek even aan het touw, heel hard. Oeh! Het zijn ze niet. Hij was niet aan mijn buik verbonden. Welke bal is het dan eigenlijk? Kom op, er zijn niet zo heel veel ballen meer. Ja. Nee, dat was hem niet, dat was hem niet. Oké, okay, next. Iedereen wordt ook weer stil nou, hè? Nee. Ik weet sowieso welke het is. Het is zo. Mag ik? Ogen dicht. Oké, Boas kwam hier met het clutch idee om de ballen nog even een laatste keer te husselen en de touwtjes nog even flink door elkaar te halen, zodat zowel ik als de spelers niet wisten welke bal verbonden was aan mijn buik. Hoe krijg je het ook voor elkaar dat we het random doen en het is daadwerkelijk de laatste? Bij al die video's wel echt serieus ook zo. Ja, want dit is niet gefaked, hè? Ja, je hebt gelijk, Lars. Het is net als in alle video's. Het is altijd de laatste bal en het is niet gefaked. En dit keer echt niet. Ik was weer zelf helemaal verbaasd van. Kijk niet, hè? Nee, we houden het ogen dicht. Gewoon meteen op een bal afrennen, zonder kijken. Ja, je moet gewoon je gut reaction, zeg maar. Gut reaction. Kut reactie, die wil ik graag horen. Ja, er zijn geen touw meer aan vastgelopen. Ik denk rechts. Oké, dan moet ik voor rechts. Fuck. Nee, ik ga voor links. Joost! Ja? Ik kies de linkerbal. Nee! Ah! Hij schoot eruit! Oké, dit is dan niet bepaald harsen. Dit is meer gewoon zo snel mogelijk een stuk touw onder je buik vandaan trekken. Het ziet er stom uit, maar het deed daadwerkelijk wel een beetje pijn eigenlijk. Fuck! Ah! Moet je nog ietsje zo? Alsjeblieft. Nou, zo even de ballen halen. Ballen halen? Nou, ik heb nog over voor een part 2.